mensen op de publieke tribune hier, van harte welkom. Vroeger stagiaires en meelopen. Politici in de dop zijn er ook, dat doet mij deugd. De jeugd heeft de toekomst, dus het is heel goed dat jonge mensen meelopen en af en toe eens komen kijken hier. Ook voor de mensen thuis, van harte welkom op deze bijzondere en extra raadsvergadering. En als u meeluistert, van harte welkom. Om terug te keren naar een routine die ik toch wil blijven voortzetten, als het even kan, is dat we toch een spreuk hebben weer vanavond. En het is een hele mooie. Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis. Een Chinees filosoof onder de naam Lao Tse, ongeveer 600 jaar voor Christus, had deze wijze spreuk. Daarmee is de vergadering geopend. Met kennisgeving afwezig zijn de heren Boers en Voorburg. De Akja is ook afwezig vanwege ziekte. Meneer Tiel hebben wij nog niet gezien. En de heer Van der Sande is wat later. De heer Kloosterman is wat later. En dan ben ik, denk ik, compleet. Hè? Ja, we zijn blij dat meneer Fuik hier weer in ons midden is. Welkom. Ja. Goed, dan heb ik alle afwezigen en aanwezigen gehad. Dan gaan we over naar het mogelijk hoofdelijk stemmen. En dat is vandaag de heer Van Nieuwenhuizen. Als we hoofdelijk gaan stemmen. Dat is altijd weer een blij moment, hè, meneer Van Nieuwenhuizen, dat we dan bij u beginnen. Goed, de vaststelling van de agenda. Het is een extra raadsvergadering, dus het is een vrij beperkte agenda. Kunt u daarmee instemmen? Ja, dat is fijn. Bij agenda punt 3 het opheffen van bekrachten van geheimhouding ontvangen documenten. Die zijn er niet vandaag, dus dat is ook klaar. Dan komen we bij agenda punt 4 de bevindingen van de informateurs. Die bevindingen die zijn aan u bekendgemaakt. De heren Van den Burg en Van Gurp hebben dat aan u laten weten. Als het goed is, dag meneer Kloosterman. Welkom. Heeft u dat allemaal tot u kunnen nemen? Zij hebben de raad een aantal zaken geadviseerd. En mocht er behoefte zijn om nog een toelichting van de beide heren, dan kan dat. Maar ik wil toch eerst even vragen of u zelf in eerste termijn behoefte heeft om dit te bespreken. Kijk even rond. Meneer Pappers, dan wil ik u vragen naar de microfoon te gaan. Voorzitter, om maar in de traditie te blijven, begin ik maar weer met een spreuk. Deze keer niet van mijn moeder, maar van de oud-voorzitter van Feyenoord, de legendarische Cor Kieboom. Die zei, waar staat geschreven dat je consequent moet zijn? Wat ik ermee bedoel, ga ik uitleggen. Als fractievoorzitter heb ik een aantal vergaderingen bijgewoond, waar gebrainstormd werd over de zoektocht naar een vijfde wethouder. Om op die manier het college weer compleet te maken. In die vergaderingen heb ik regelmatig de absolute ban horen uitspreken over verschillende partijen en zelf over individuele kandidaten. Het kan niet anders dat de deelnemers aan die vergaderingen de spreuk van Cor Kieboom kenden. Als je nu ziet wie er zogenaamd geadviseerd wordt om plaats te nemen aan tafel in een poging een college te vormen, kan dat bijna niet anders. Dat hier het werk van zogenaamde informateurs voor ons ligt, is natuurlijk onzin. Je zoekt een paar zwaargewichten die vooral het belang van de zittende partijen behartigen, want je hebt ze nodig voor de beeldvorming. En wat beeldvorming allemaal kan doen, dat hebben we op 12 maart kunnen zien. Wat een ironie. Van de alliantie Leefbaar AOV-SB mag alleen Leefbaar meepraten en de andere twee mogen ja knikken. En Leefbaar, kijk uit, want op de reservebank zitten er nog twee. Die maar wat graag het plus willen bemannen of bevrouwen. En voor je het weet, heb je weer een 1817 democratie. Het was van tevoren al een gelopen koers vorige week donderdag. Was de conclusie al te trekken. Begon ik mijn verhaal met de spreuk over consequent zijn en betrok ik daar nog alleen de collegevormende partijen in. Nou, dat is eigenlijk niet eerlijk, want de grote meerderheid in de raad leidt aan hetzelfde syndroom. Je moet fraude plegen om te zorgen dat je interessant bent om in het college plaats te mogen nemen. Laat duidelijk zijn dat ons Vlaardingen ook een voorstel had gedaan wat op een grotere coalitie uit zou komen als dat nu gevormd zou kunnen worden. De grote vraag waar het hier in deze ruimte eigenlijk om moet gaan, is hoe worden de kiezers vertegenwoordigd?
Het voorstel van ons Vlaardingen kwam erop neer dat naast de zittende partijen en de eventuele gedoogpartner 6695 kiezers aan de tafel zouden meedoen. Dat zijn er nu 2431 minder. Lang leven de democratie. Om vervolgens op de vraag te komen, waar is het raadsprogramma gebleven? Maar mevrouw de voorzitter, om maar in de spreuken te blijven, er is geen waarom of een daarom. In elk geval helpt deze situatie mijn fractie wel in de discussie om de vacature in onze fractie in te vullen. Waarvoor dank. Voorzitter, laat ik duidelijk zijn, ons Vlaardingen zal de situatie kritisch, constructief volgen en becommentariëren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Pappers. Wie in eerste termijn? En als u vragen heeft aan de beide informateurs, dan zou ik het op prijs stellen als u dat erbij zegt, want dan kunnen zij zich dan prepareren. Ik kijk even rond. Niemand? Nee? Nou, meneer Verbiembroek, gaat uw gang. Dank u, voorzitter. Ja, ik wilde eigenlijk eerst beleefd afwachten totdat de genoemde partijen als eerste hun advies konden geven of een praatje konden geven hoe ze over dit advies dachten. Maar misschien willen ze dat in tweede termijn doen. Het leek me leuk om ook met een spreuk te beginnen. Ik had naast het te denken, maar ik kwam eigenlijk niet verder dan kan je rekenen. Reken er maar niet op. Eigenlijk deze periode kunnen we misschien wel laten kenmerken door de periode van de getallen. Een jaar geleden met de formatie van de nu halfzittende college gingen we samenwerken onder voorbehoud van de grootste aantallen. En men kon zich juist in de aantallen vinden. Dat hebben we gemerkt dat het niet heeft gewerkt. Nu zijn we eigenlijk gaan kijken naar een zo grote mogelijke meerderheid. Wat stabiliteit en vertrouwen in elkaar heeft. Een hele goede stap vinden wij. In de juiste richting voor een goed en betrouwbare coalitie. Wel lijkt het erop of het advies wat we gelezen hebben afstevend op een zo groot mogelijk meerderheid, zoveel mogelijk getallen, maar met zo min mogelijk wethouders. Het lijkt mij dat het daar een beetje kan gaan schuren. De opdracht was een brede coalitie en een stabiele coalitie. Bij breed zouden we dan verstaan gesteund door zoveel mogelijk zetels. En bij stabiel zouden we denken aan blindelings vertrouwen in elkaar. Weten wat je aan elkaar hebt. Hier maakt volgens de ChristenUnie-SGP het advies eigenlijk een rare bocht. Waarom wordt VV2000 geadviseerd met zo min mogelijk zetels? Terwijl ze al jaren een alliantie hebben. Deze alliantie zou juist een grotere meerderheid kunnen geven. En waarom wordt, ik heb XP staan, maar fractie Kerkhof toegevoegd. Terwijl ze eigenlijk geen duidelijk programma hebben. Wij niet weten waar ze direct voor staan. En de vraag is ook hoe vast kan er op hun gebouwd worden met het gedogen wat ze gaan doen. Kortom, eigenlijk wat is hun loyaliteit aan het college. Al met al kan de ChristenUnie-SGP zich wel in dit advies vinden. Wij zijn blij dat er gekeken wordt naar een coalitie die haar eigen programma maakt. Een programma waar zij elkaar in kunnen vinden, ook als er grote bezuinigingen te verwachten zijn. Dan mag betrouwbaarheid en stabiliteit juist niet ontbreken. De ChristenUnie-SGP vindt het ook begrijpelijk dat wij op de reservebank zitten. En op zich, er werd net gezegd dat wij lonken naar het plus. Wij zouden het ook niet erg vinden als wij niet op de reservebank zaten. Wij hebben te weinig zetels om een grotere meerderheid te maken. Wat wij vinden is dat er een goed en een stabiel coalitie moet komen, wat de dingen aan kan gaan pakken voor deze stad. Er staat ons namelijk aardig wat te wachten. En of dit met of zonder de ChristenUnie-SGP is, als er een goede coalitie komt, dan zijn we daarmee blij mee. Wij willen de partijen die nu genoemd worden, toch met onze bedenkingen die we hebben, succes en sterkte wensen. En wij zullen ook voor die partijen bidden voor zegen
voor onze stad. Dank u wel. Dank u wel, meneer Verbiemhoek. Goed, mevrouw Solleveld. Ja, dank voorzitter. Ik kan me voor een groot deel aansluiten bij de woorden van de heer Van Pienbroek. Maar ik heb wel even wat punten vanuit onze eigen partij opgeschreven. Dus dat loop ik maar even langs. Daarmee wil ik graag eigenlijk beginnen met het agendapunt zelf. Want het enige agendapunt vandaag is het bespreken van de aanbevelingen van de informateurs. En dat bespreken op zich vinden wij al een beetje vreemd. Want normaal gesproken wordt er door de grootste partij geformeerd. En dat gebeurt dan ook niet in een openbare raadsvergadering. Wat uiteindelijk besproken moet worden in een raadsvergadering is een eventueel coalitieakkoord. En op dat moment hebben partijen die niet aan tafel zitten tijd en ruimte om te zeggen wat ze ervan vinden. Dat we nu nota bene ook nog een raadsbesluit gaan nemen, dat gaat best wel ver. De meerderheid is er al en de PvdA vindt het dan op dit moment ook niet aan ons om daar een besluit over te gaan nemen. Dat wil niet zeggen dat we daar niet mee in gaan stemmen. Nogmaals, het is niet aan ons. Als deze 6 partijen samen het proces in willen en hier voldoende vertrouwen in hebben, dan wensen wij er daarbij alle succes en kijken wij uit naar het resultaat. Nu het rapport met de aanbeveling dan toch voor ligt, vind ik wel dat ik er iets over moet zeggen. Eerlijk gezegd herkent de PvdA zich niet in de aanbevelingen. Wij zien niets tot weinig terug van ons gesprek. Ook daarvoor geldt, dat kan. Wij weten ook niet wat de andere 12 partijen hebben ingebracht en als dit de gemene deler is, dan is dat zo. Wel wil ik graag even aangeven wat de bijdrage van de PvdA is geweest. Tijdens het gesprek is er even kort gevraagd naar met welke partijen wij wel of juist niet een coalitie wilden vormen. Onze reactie was dat het in eerste instantie over de inhoud moet gaan. En dat we duidelijk moeten hebben of we nou gaan starten met een coalitie-oppositieverhouding en de nieuwe manier van werken loslaten en dus geen raadsprogramma meer hebben. Wij hebben daarbij de voorkeur uitgesproken voor het inhoudelijk uitbreiden van het raadsprogramma. Maar als de meerderheid zich aftekent voor een coalitie, dan kunnen wij daar ook prima mee leven. Maar het mag dan wel duidelijk naar voren komen. En zo duidelijk vinden wij het nu niet in de aanbevelingen staan. En dat vinden we jammer. Het woord raadsprogramma komt niet eens meer voor. Wat wel duidelijk is, is dat het vertrouwen en de samenwerking in de raad veel beter kan en moet. De laatste maanden lijkt dat de goede kant op te gaan. Maar om niet weer in de oude manier van werken en denken te vervallen, zijn wij voorstander van eerst praten over de inhoud in de breedte. Dus niet eerst getalsmatig poppetjes bij elkaar zetten, maar met alle partijen die mee willen praten, de inhoud ingaan. Er zal dan gekeken moeten worden naar onoverkomelijkheden, in plaats van naar nice to have. Want dat laatste zal nooit leiden tot een meerderheid. Gaandeweg zal er zich naar onze mening dan vanzelf een meerderheid aftekenen. Het voordeel van deze werkwijze is dat niet weer direct allerlei partijen buitenspel staan, wat kan bijdragen aan een open en transparant proces en aan het vertrouwen onderling. Er is een andere keuze gemaakt. Volgens het rapport is een meerderheid hiervoor, dus dan vinden wij dat prima. Want een meerderheid is waar we naar op zoek zijn om de stad Vlaardingen te voorzien van een degelijk bestuur. Nogmaals wensen wij de 6 partijen veel succes. Dank u wel, mevrouw Solleveld. Wie? Meneer Trooster. Als u daar de microfoon op, dan zal ik nog even melden dat de heer Tiel zich inderdaad zojuist ziek gemeld heeft. Dus die was al afwezig, maar die heeft zich nu ook ziek. Meneer Trooster, gaat u gaan. Voorzitter, we wilden het verhaal niet al te lang maken. Ik had vooral 3 vragen. De eerste vraag is aan de informateurs. In hoeverre achten zij de gestelde datum van 9 mei als een reële optie, een haalbare optie? De tweede vraag is... Vinden zij niet dat ze de ideologische verschillen tussen de partijen wat makkelijk terzijde hebben geschoven? Ten slotte zou ik willen vragen aan de nu wethouder leverende partijen, stuk voor stuk. Van hen wil ik horen wat zij ervan vinden dat er nu toch sprake lijkt te zijn of worden van een coalitieakkoord in plaats van een raadsakkoord. Dat is het even. Dank u wel, meneer Trooster. Ik pak even de ronde af en dan kunnen we dan een van de heren of beide heren vragen. En de andere vragen liggen bij de fracties, die kunnen daar wel of niet reageren. Kijk even rond. Ja, mevrouw Van Kalken? U bent niet heel
met z'n allen niet heel erg snel, normaal. Nee, hoef ik niet zo aan te zetten, nee. Ik weet niet, is dat de dinsdag misschien? Ja, het is geen politieke donderdag, hè? Mevrouw van Kalken, gaat u gang. Op dinsdag zijn wij niet zo fit allemaal, denk ik. Ja, ik zal reageren op de vraag van de heer Trooster. U vraagt hoe vinden de partijen die nu in de aanbeveling naar voren komen dat er niet gewerkt wordt met een raadsprogramma. Nou, zo heb ik het niet gelezen. Volgens mij is nog steeds het raadsprogramma het startpunt. Gaat dat ook onderwerp zijn van discussie die gevoerd gaat worden? En gaat dat ook de basis zijn waarop vervolgens wordt verder gewerkt? Dat is volgens mij wat in de aanbevelingen staat. En ik denk dat het ook belangrijk is dat er nu snel gehandeld wordt. Volgens mij hebben we het afgelopen jaar geëxperimenteerd. Hebben we allemaal gezien hoe dat is uitgewerkt. En denk ik dat het nu belangrijk is dat we de stad echt gaan besturen. In plaats van met elkaar rollenbollend over straat te gaan. Want dat lijkt me niet goed voor de stad. Dank u wel, mevrouw van Kalken. Goed. Meneer Venema. Ja, ook even in reactie op de heer Trooster. We hadden al besproken dat er per 9 mei een dossier moest liggen om de zware onderwerpen te bespreken. En dat we daar een bepaalde lijn in moesten gaan vinden met elkaar. Ja, dat zal een groot deel zijn van het coalitieakkoord of collegeakkoord, hoe je het wil noemen. Maar ik denk vooral dat het raadsprogramma niet helemaal van tafel gaat. Daar willen we zeker nog mee verder gaan. Dank u wel, meneer Venema. Gaat u gang, meneer Rijk. Ja, even ter aanvulling. Alle amendementen en moties die we genomen hebben, daar staat in dat het raadsprogramma nog steeds de basis is voor het vervolg. Dat het niet zo met name genoemd is in dit stuk, wil niet zeggen dat we het raadsprogramma weer oppakken als onderligger, zeg maar, voor het collegeakkoord. Dank u wel, meneer Rijken. Goed. Er waren ook nog vragen gesteld aan de informateurs. Ik weet niet wie van beide, of allebei. Beide? Nou ja, dat doet mij deugd. Ook dank u meneer wel, voorzitter. Ja, u bent er toch. Dus we zijn er dan toch, dan vinden we het ook leuk om iets te zeggen natuurlijk. Gaat dus u gang, we zijn meneer met name de fracties van ChristenUnie SGP en Beter voor Vlaardingen buitengewoon dankbaar dat ze ons in staat stellen om nog antwoorden te geven. Want dat zijn de twee fracties die vragen aan ons hebben gesteld. En we hebben ze ook verdeeld. Dus ik beantwoord de vraag van ChristenUnie SGP en Erik die van Beter voor Vlaardingen. Het had even goed andersom kunnen zijn. Twee vragen. Het is vervelend dat ik de partijen noemen niet de namen van de sprekers, maar het is omdat ik alle namen nog niet ken. En dan doe je het misschien weer verkeerd. De vraag van ChristenUnie SGP, de eerste vraag die wij genoteerd hebben was, waarom, als je voor een breed draagvlak kiest, kies je dan toch voor dat VV 2000 leefbaar met 3 en niet met 6 zetels de gesprekken ingaat. Dat heeft te maken, en anderen hebben er ook al naar gememoreerd, en dat we ook hebben geprobeerd de enorme hoeveelheid partijen die aan tafel zit enigszins te beperken om onderhandelingen ook doenlijk te houden. Want u heeft een aantal problemen, dat weet u allemaal. En een van de problemen is dat u heel veel partijen heeft, dat je sowieso wel 6 partijen nodig hebt om maar aan de meerderheid te komen. En voor in 7, 8, 9, 10. En hoe sympathiek dat ook is, als je echt gericht op het slaan met spijkers van koppen lastige compromissen met elkaar moet sluiten, dan is het toch handiger om met 6 partijen en niet met 8 of 9 aan tafel te zitten. Is overigens uiteraard ook wel met VV 2000 over gesproken of ze eventueel bereid zouden zijn om alleen en dus niet in alliantieverband deel te nemen. En ze hebben aangegeven daar desgevraagd toe bereid te zijn. Vervolgens is de vraag door de ChristenUnie SGP gesteld of de fractie Kerkhof voldoende solide is om mee te doen. Zo vertaal ik maar een beetje. En kijk, als de fractie Kerkhof uit het niets was ontstaan een jaar of 2 jaar geleden, dan kan ik me die vraag wel voorstellen. Maar hoe je het ook wendt of keert, zet deze fractie voort een jarenlange traditie en bestuurstraditie in deze raad, dan veel eerder onder de vlag van de SP werd gevoerd. De mensen zijn geen onbekenden, dus je haalt niet ergens een duveltje uit een doosje om het getal kloppend te maken. Je adviseert dat een partij die weliswaar in een wat andere context al jarenlang de stad mee bestuurt,
ook nu mee gaat doen. En uiteraard komen wij alleen tot dat advies, omdat we daar bij heel veel van de partijen die we gesproken hebben, daar ook draagvlak voor hebben gevonden. Dat zijn onze antwoorden op uw vragen. Dank u wel, meneer Vergeer. Meneer Verbeur, gaat u. Ja, en de heer Trooster, burgemeester, had 2 vragen aan ons en 1 vraag aan de coalitiepartijen. De eerste, 9 mei, is dat ambitieus? Dat is buitengewoon ambitieus. En dat kan ook alleen maar gehaald worden. En zelfs dan is het nog de vraag, als wij daartoe, en wij is niet zozeer wij tweeën, als wel ook degene die gaan onderhandelen, ook de informatie krijgen, onder andere vanuit de ambtelijke organisatie, op basis waarvan wij dat coalitieakkoord kunnen gaan maken. Want bijvoorbeeld, wat in alle gesprekken aan de orde komt en wat ook in het rapport anders ontstaat, de grote thema's die spelen, zijn thema's waar ook de nodige financiën aan vast zullen zitten. En dus zullen de scherpe keuzes gemaakt moeten worden. En dat kan alleen maar als je ook over de juiste data beschikt. Maar uw tweede vraag is daar feitelijk aan gekoppeld. Stapt u niet makkelijk over de ideologische verschillen heen? Nee, absoluut niet. En ik wist niet, mevrouw de burgemeester, dat hier traditie was om met citaten en spreuken te komen. Maar er kwamen in ieder geval 2 bij mij op. 1 gerelateerd aan Feyenoord en 1 gerelateerd aan Deng Xiaoping. Deng Xiaoping zei, het maakt niet uit of een kat wit of zwart is als hij maar muizen vangt. En dat is ook wel een beetje de achtergrond. We zitten nu in een situatie in Vlaardingen waar er echt scherpe keuzes moeten worden gemaakt en waar gewoon actie moet worden ondernomen. Dus dat is al de eerste reden. En de tweede reden, geeft u me nog even de kans om Feyenoord tekst een beetje aan te passen. Ik denk dat het uitgangspunt van deze hele raad, en dat is ook wel gebleken in de 13 gesprekken die we hebben gehad, zou moeten zijn, en dan pas ik hem een beetje aan, zeg ik er maar meteen bij, er is niets sterker dan het ene woord, comma, Vlaardingen. En als je dat als uitgangspunt neemt, dan denk ik dat je over de ideologische verschillen heen kunt stappen en ook zult moeten stappen. Dank u wel, meneer Van den Burg. Voorzitter. Meneer Pappers. Ik had me voorgenomen om niet over NAC te beginnen. Sorry, dat doe ik niet. Maar ik ben u buitengewoon erkentelijk voor. Ja, natuurlijk. Ik mag van mij heel graag over Ajax beginnen. Gaat best hier, wel wij zijn hier ook gewend om via de voorzitter te spreken. Dus, en voordat het tot een voetbalpraatje gaat leiden. Voorzitter, ik ga toch ingrijpen. Excuus, burger. Meneer Pappers, gaat u gang. Ik had een vraag, voorzitter, aan u hebt net gezegd, u bent afhankelijk van de gegevens die u krijgt van de ambtelijke organisatie. Wil dat zeggen dat u ze eerder krijgt als wij van de raad? Daar ga ik niet over, nog mijn collega. Het is wel noodzakelijk dat er bepaalde gegevens zijn om bepaalde keuzes te maken. Omdat op het moment dat wij die keuzes niet hebben, praat je in het niets als het gaat om de grote getallen. Maar wij gaan niet over de informatieverstrekking. Daar gaat het college over. Spreek ik die er wel op aan? Dank u wel, meneer Pappers. Dus zou ik tot slot misschien voor notulen vastgelegd kunnen zien dat wij beide Lao Tse prefereren boven Deng Xiaoping. Ja. Oké. Goed, dank u wel. U heeft nog vragen. Mevrouw de Jong, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk tweeledig. Er werd al aangegeven dat Partij VEEF 2000 Leefbaar over de alliantie heeft gezegd dat het met of zonder kan. Het geldt natuurlijk voor alle 3 de alliantiepartijen, want we hebben alle 3 het belang van de stad voorop en de inhoud. Dat is in elk geval wat wij u verteld hebben namens AOV. Toch zijn we natuurlijk toch wel op onderdelen verrast. En zeker toen ik het interview nog op de radio hoorde, waarin er werd gerefereerd aan stemgedrag. En die kon ik niet helemaal plaatsen waar dat nou vandaan kwam, dat daarom een alliantie niet sterk zou zijn. Dus dat zou ik graag willen weten. Die moet voor mij zijn, mevrouw de burgemeester, want er wordt gerefereerd in een interview wat ik gisteren heb gedaan. Ik heb niet gezegd dat de alliantie niet sterk is. Wat ik zie is dat de alliantie bestaat, maar nog steeds wel bestaat uit 3 afzonderlijke partijen. Het is dus niet zo dat het 1 blok is van 6 partijen, sorry, van 6 zetels die ook als 6 zetels stemt. Maar dat het een 3-2-1 alliantie is, waarbij het dus ook zo kan zijn dat de 3 anders stemt dan de 1 of de 1 anders stemt dan de 2. Het is dus niet 1 blok van 6. Maar het is wel een alliantie. En dat is door alle 3 de alliantiepartijen ook nadrukkelijk tegen ons gezegd. Dank u wel, meneer Van den Burg. Nog een aanvullende vraag, mevrouw de Jong.
Ja, nou ja, ik wil dat wel verduidelijken, want er ontstaat een bepaalde beeldvorming. Natuurlijk zijn wij drie eigen partijen, omdat na de eerste formatie-informatieronde die we net na de verkiezingen hebben gehad, was er geen sprake dat een alliantie aan boord. Wij hebben daar dat aangeboden, juist omdat de versnippering zo groot is, dat je elkaar juist versterkt van pak drie partijen, leven namens drie partijen één wethouder. En daar moet je natuurlijk goed afspraken over maken, dat vonden wij heel sterk. Maar inderdaad, wij zijn wel drie eigen partijen. Maar ik hoorde de opmerking over het stemgedrag en daar ontstond wel een bepaalde beeldvorming uit. Vandaar dat ik deze toelichting toch wilde doen hier om die beeldvorming weg te nemen. Daarnaast heb ik nog eens even zelf geturfd. Het is van de ruim 50 of rond de 50 raadsbesluiten twee keer voorgekomen waar één keer inderdaad het RVO van was. Nou, dan kan ik alleen het AOV prijzen met een vooruitziende blik, waar we afwijkend hebben gestemd. En van de ruim, nou, tegen de 112, 114 amendementen moties, hebben we inderdaad op een stuk of 10 moties anders gestemd. Dus nee, op de hoofdonderwerpen kunnen de drie partijen elkaar nog steeds gelukkig vinden in de samenwerking. Dat zal ook niet veel veranderen. Ik wilde dat gewoon om de beeldvorming eruit te halen, dat er een verschil is als je in de raad zit, dat je drie eigen partijen bent. Zou je mee gaan doen aan een collegevorming, dat dus echt heel anders zou zijn. Want dat je dan met z'n drieën nog die lijnen strakker aan gaat halen. Ik zeg het ook nog om één andere reden, want dat wil ik nog wel echt bestempeld hebben. De verkiezingsuitslag in Vlaardingen heeft 15 zetels lokaal aangegeven van de 35. En het AOV heeft daar in die zin wel moeite mee, dat er nu 3 op 15 tot 3 op 19 maar lokale zetels zijn van origine. En ik vind die verhoudingen zoek. Ik vind dat weinig recht doen aan de democratische keuze van onze stemmers. Dus ja, misschien kunt u daar nog iets van vinden. Dank u wel, mevrouw de Jong. Nee. Het was niet echt een vraag, maar meer een statement. Hè? Goed, dank u wel. Zijn er nog vragen aan de informateurs? Nee? Nou, dan dank ik. Ik kijk even rond. Is er behoefte aan een tweede ronde? Ik geloof niet echt dat er veel behoefte is aan een tweede ronde. Dan hebben wij voorliggen een besluit wat bestaat uit drie delen, waarvan één deel betreft personen. Dan kunnen we het volgende doen. We kunnen bij acclimatie hierover besluiten. Dan hoeven we geen stemming te doen. Als we dat wel doen, dan moeten we daar... Ik zal het even afmaken, mevrouw Zonneveld. Als we het wel doen, moeten we even een stembureau inzetten. En dan moeten we met de briefjes werken. En dat gaat dan over de informateurs. Of de formateurs, excuus. En kunnen we over A en B gewoon... of A en C gewoon in de openbaarheid stemmen. Ik wil even afmaken, is er bezwaar tegen bij acclimatie stemmen? Dan geef ik alle ruimte voor stemverklaringen, maar dan gaat u gang, mevrouw Zonneveld. U heeft daar wel een bezwaar tegen. Gaat u gang. Nou, ik heb helemaal geen bezwaar tegen bij acclimatie stemmen, maar wat ik net ook in mijn bijdrage aangaf, ik begrijp überhaupt niet waarom we hier gaan stemmen. Dus mijn voorstel zou zijn, die zes partijen gaan lekker aan de gang. Het is aan hun wie de formateurs zijn. Ik hoef daar niet zo nodig over te stemmen. Maar ja, als ik de enige ben, gaan we dat gewoon doen. Maakt me niet uit. Maar ik vind het een vreemde gang van zaken. Wat mij betreft is het niet nodig. Dat heeft u inderdaad eerder gezegd. Ja, ik heb daar weinig andere reacties op gehoord. Dus meneer Trooster. Ik ben het helemaal eens met de woorden van mevrouw Zonneveld. Voorzitter, ook wij. Dank u wel, meneer Pappers. Dat zo gezegd zijnde wil ik het toch, ja, de meerderheid beslist dan, ik kijk even rond en dat zijn er toch echt een stuk of wat meer. Wat zegt u? Ja, bij de vaststelling van de agenda heeft mevrouw Zonneveld het wel aangestipt, maar we hebben daar niet over gestemd toen. Dus ja, het is een beetje lastig om dan nu... alsnog te doen. Is er bezwaar tegen, kijk, dat u het niet nodig vindt is één ding, maar dat u ook niet over wil stemmen is een ander ding. En ik hoor u zeggen dat u het niet nodig vindt. Dat is wat anders dan dat u er niet over wil stemmen. Nou, voorzitter, toen we het gisteren met de fractie bespraken, hebben we even besloten, zullen we anders maar gewoon de zaal uitlopen, maar daar zijn we niet zo van. Dus ik ga hoe dan ook stemmen als u vindt dat er gestemd moet worden. Maar nogmaals, ik zie echt de meerwaarde niet. Dank u wel.
Ik kijk even naar u allen. Is het noodzakelijk dat we gaan stemmen over het stemmen? Ik vind dat een beetje flauw, want dat zou de volgende stap zijn. Dat we eerst gaan stemmen of we gaan stemmen. En als er een meerderheid voor is, dan wordt er gestemd. Ja, dat is de formele stap. Ik vind dat zelf een beetje flauw, moet ik eerlijk zeggen. Want volgens mij ging het al bij acclimatie. Dus ja, ik denk dat u het besluit dan ook maar zo moet zien zoals het ook geformuleerd is. Dat er doorgegaan wordt en dat er hierover gesproken is. Ik denk dat u het zo ook moet zien als een tussenstap en een tussenrapportage. Ja, het is nu geagendeerd als een besluit voor het stuk. Dus ja, ik kom zo bij, mevrouw Van Kark. Dus ik wil het ook maar gewoon zo dan in stemming brengen. En als dan de meerderheid zegt, we stemmen er niet over, dan stemmen we er niet over. Kijk even nog naar mevrouw Van Kalken. Ja, voorzitter, dan geef ik maar meteen een stemverklaring over het stemmen überhaupt. Want ik vind het echt ongelooflijk wat een procedureel geneuzel dit nu weer opwekt. Volgens mij is er gewoon een agenda, die is vastgesteld. Daar is niet van tevoren door partijen gezegd dat het anders zou moeten. Dus dit besluit ligt voor, dus we gaan erover stemmen. Dus ik denk dat dat duidelijk is en dat we in plaats van deze hele discussie te voeren het al 3 keer hadden kunnen doen. Maar goed. Dat laatste ben ik het helemaal wel met u eens, maar we gaan, iedereen heeft het recht om hier iets van te vinden, dus dat is ook wel zo netjes. Ik kijk even rond. Is er behoefte, want er is toch een redelijke meerderheid die vindt dat we moeten stemmen over het stemmen? Of een redelijke minderheid, laat ik het zo zeggen. Dus ik wil dat maar voor alle, want voordat we daar dadelijk gedoe over krijgen, we gaan nu in stemming brengen of we over het onderwerp, en dan ga ik wel zeggen, bij acclimatie gaan stemmen, want daar ben ik dan wel even voor. Maar goed, of we erover gaan stemmen. En dan kunt u nu voor de stemkastjes gaan gebruiken. We gaan stemmen of we over het besluit gaan stemmen, meneer Fuik. Dus of u daarvoor bent, dan stemt u ja. En als u daar, nou ja, het is, en als u daar niet voor bent, stemt u nee. Gaat u gang. Volgens mij is dat helder, dus we gaan nu, en dan zou ik u willen vragen, het besluit in stemming brengen. En dan kijk even rond wie wil de stemverklaring afleggen. Dames en heren, we komen weer even bij de les. Wie wil er een stemverklaring afleggen met betrekking tot het besluit? Kijk even rond. Meneer Rijken, gaat u gang. Ik zal het kort houden, voorzitter. Het advies van de informateurs is voor de VVD de uitkomst van de grootste gemene delen van alle gesprekken en afwegingen die de informateurs daarna hebben gemaakt. Vlaardingen heeft een daadkrachtig bestuur nodig en het is nu doorpakken geboden. De VVD steunt het advies en gaat akkoord met het besluit. En wij wensen de formateurs veel succes met hun vervolgopdracht. Dank u wel, meneer Rijken. Wie nog meer? Ik ga even de rij af. Wie nog meer een stemverklaring? Mevrouw Kalken. Ja, voorzitter. Ook GroenLinks kan zich daarbij aansluiten. Ook wij zullen uiteraard dit besluit ondersteunen en wensen de informateurs veel succes in de vervolgfase die nu zal starten. Dank u wel, mevrouw Van Kalken. Meneer Trooster. Ja, voorzitter. Wij hebben moeite met de inhoud van het rapport. Zult u wellicht begrijpen als je met 13 partijen spreekt, dan achter gesloten deuren kun je ons van alles wijsmaken wat de grootste gemene deler is. Dus daar hebben wij enig wantrouwen, maar wij willen verder geen zand in de motor gooien en zullen dus voorstemmen. Dank u wel, meneer Trooster. Kijk even. En, sorry, en de informateur of de formateur succes wensen. Dat is heel uiteraard voor u, meneer Trooster. Dank u wel. Kijk even door. Iemand hier nog een stemverklaring? Nee? Kijk even aan die kant. Meneer Venema. Voorzitter, het CDA kan zich goed vinden in het rapport van de informateurs. Het hoge tempo waarmee dat is geleverd geeft goede hoop voor de nieuwe fase. Dus ik schat in dat 9 mee gehaald gaat worden. We wensen daar veel succes bij.
Dank u wel, meneer Venema. Kijk even rond. Niemand. Mevrouw Zonneveld. Ja, dank voorzitter. Nou, nogmaals, wij gaan gewoon stemmen als de gemene deler wederom vindt dat er gestemd moet worden. Ik vind het wel een beetje jammer dat ik gelijk aan alle kanten aangevallen word. Niet door iedereen, maar goed, wie de schoen past, trekken hem aan. Sinds u medium bent. Want ik bedoel er niks anders mee als dat ik vind dat die partijen nu gewoon aan zet zijn. En dat de rest daar eigenlijk even niks meer van te vinden heeft. Dat is de mening van de PvdA. Maar er moet gestemd worden, dus dat gaan wij doen en dan stemmen we ook gewoon in. Dank u wel, mevrouw Zonneveld. Kijk even die kant uit. Niemand meer. Nou, ik had het voorstel gedaan om het bij acclimatie te doen. Is dat akkoord? Dat betekent dat we de formateurs veel succes wensen en dat de andere besluiten ook zijn geaccepteerd. Dat al brengt ons tot het einde van deze vergadering. Ik dank u hartelijk dat u op zo'n korte termijn hier aanwezig kon zijn. Het is een belangrijk onderwerp en de vaart moet er inderdaad goed in zijn. Ik hoop oprecht dat wij 9 mei gaan halen en ik wens de formateurs veel succes daarin. En ik hoop op een constructieve bijdrage van in ieder in deze raad. Ik dank u en ik wens u dan een goede avond.